Welkom in Abu Dhabi. We staan op het punt om de race van vandaag te beginnen, hier op het Yas Marina circuit. Het is een baan die bekend staat om zijn lange, lange rechterstuk dat een fantastische mogelijkheid biedt om in te halen, voorafgaand aan de langzame bochten die erop volgen. Nu de race over enkele minuten start.
Dus Mercedes heeft gewonnen. Wat was het een geweldige race. Bas, hoe hebben ze zichzelf vandaag van elkaar onderscheiden? Ik geloof dat goed bandenbeheer op de baan en heel vloeiend rijden zeker hebben bijgedragen aan de overwinning vandaag. Die combinatie heeft ertoe geleid dat ze hun banden steeds weer optimaal hebben kunnen benutten. Na een uitmuntende prestatie tijdens de Grand Prix zal het team van Mercedes vanavond wel een feestje bouwen. En dat verdienen ze. En Bas van Damme, wie zou jij als coureur van de dag kiezen? Dat moet Lewis Hamilton zijn. Ik bedoel, hij heeft heel wat indrukwekkende trucjes uitgehaald op de baan vandaag. Zelfs volgens zijn eigen maatstaven. Nou Bas, dat was het einde van een fantastisch raceweekend. Allemaal ontzettend bedankt voor het kijken en tot de volgende.